Oh, zijn geen fucking grappen. Wat? Nee, wat ga je nou doen? Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Foto's van citytrips naar bestemmingen als Spanje en Italië zijn niet weg te denken van je feed. Maar valt er niet meer te ontdekken? Daarom gooi ik het met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin over een hele andere boeg. Met dit ideale testpanel gaan we op een ware roadtrip door de Balkan. Van Split tot Sarajevo, je ziet het in de Balkan-editie. Turn off the vehicle. I will search the vehicle for narcotics before the search. Does anybody want anything to declare? No. If I find any narcotics in the vehicle from this moment, it is mandatory 90 days in jail. Do you understand? Yes. Did anybody use anything in the last 14 days? No. You exit. Sit back. Oh. Only the driver. Okay. Ik ga nu de grens over. Okay. Terug naar Kroatië. Onze bus wordt even helemaal gestript. Maar gelukkig hoefden we ons op de vitaminepillenvoorraad van Jeppe zelf na dan geen enkele zorgen te maken. Whose backpack is this? It's mine. Let's open it. Yes. No envelope, no anything. It's just vitamins. And you'll pay for every pill you test. Okay. Why do you carry? I didn't know that wasn't allowed. En ondertussen had Jeppe gedurende de week ook al een aardige voorraad goor ondergoed opgespaard, waar je liever niet tussen wilt zoeken. En als je die dan wel tegenkomt als douane, dan wil je dat het liefst zo snel mogelijk achter je laten en vergeten. Toch bijna eventjes, hè? Nog geen grapjes, hoor. Nou, was wel een warm welkom in Kroatië. Jeez. Out of the car. If there is any narcotic, it's 90 days in jail. Ik voel me gelijk schuldig terwijl ik gewoon niks gedaan heb. Nou, maar ik was heel bang dat onze krakervriend, waarvan we deze bus hadden gehuurd, ergens een stash met hash in deze bus had verstopt. En dan had ik hier even 3 maanden in de cel gezeten. Ik kan je vertellen, dit zijn geen leuke celletjes. Oh, wat was dit nou, zeg? Oh, jongens, we zijn weer in Kroatië. Het had wat voeten in de aarde. Hey, wat gaan we ook weer doen daar? Een culinaire dag wordt het. We gaan naar een geitenboerderij. We gaan met iemand kruidjes zoeken in het bos. En daar gaan jullie dan mee koken voor mij. Maar jullie maken wel iets lekkers. Want de dame die dus met ons mee gaat plukken, die levert aan een van de beste restaurants hier. En wij gaan daar 's avonds ook nog eten. Maar daarvoor gaan we ook nog een wijnboerderij bezoeken. Ik kan wel merken dat Tobias de aflevering is. Ja. Ik hoop wel dat hij ze een beetje goed behandelt, Toby. Dat hoop ik ook. Want dit support ik natuurlijk eigenlijk niet, hè. Aangekomen op de geitenboerderij worden we opgewacht door de uiterst vriendelijke boer genaamd Micha. I milk the goats regularly every day with a suction cup. Sometimes I do have to milk them by hand. And I think that's the, you know, experience for you to have. Oké, dat heb ik nog nooit gedaan. So, and then there's one left to milk, right? Yep. Hop, daar is ze. And this is your position. She does this because, you know, she doesn't know you. Yeah, I don't know if she likes me doing it. Well, she thinks that they get attacked. Dat gaat sneller. It's in their instinct to, you know, be afraid. Het is een beetje als ik in een uur een arm plas, dan komt het er bij mij ook niet uit. Nee. Dan sta ik ook met zo'n dichtgeknepen pikkie. Ja, en door Tobias betast worden is het natuurlijk ook een pretje. Jongens. Ik sta hier tenminste een beetje op het slagveld. Ik vind het heel mooi om te zien met hoeveel liefde deze man dat allemaal doet. Hij heeft hiernaast dus nog een boerderij met dieren die te oud zijn of ziek zijn. Ja. Die hoeven niet naar de slacht, die mogen gewoon leven en die verzorgt hij. Nou, dat vind ik echt heel goed. Verser dan dit ga je de geitenmelk niet krijgen. Maar geitenboer Micha heeft nog iets anders bijzonders in de koelkast staan om te proeven. I have one kefir left can contain alcohol. Ah. Het is ongelooflijk. Dus hebben we bij een geitenboer en dan krijgt hij het alsnog voor elkaar. Dit drankje zou alcohol kunnen bevatten. Het is een soort van geitenmelkchampagne. Yes, it is. The kefir is called the milk champagne. Yeah. Hatsa. Can I pet the goat? Yeah, you can try. Let's go. Dit vind ik leuk. Ja, moet hij zichzelf weer opdringen aan die arme geiten. Dat gaat goed. Komt toch omdat je vegan bent. All right, thank you very much.
gaan dus nu naar een dame die voor restaurants in de buurt kruiden uit het bos plukt. Dat is eigenlijk net als wat we met het survival hebben gedaan. Alleen dan nu op gastronomisch niveau. En daarna gaan jullie daar wat mee koken. Voor mij, voor de baas. Waarom moeten wij daarmee koken? Omdat ik altijd voor jullie kook. Maar ja. Ik denk dat ik het ook wel kan inmiddels, hoor. Nou, ik zie je? De kneepjes uit het vak van jou geleerd. Nou, kijk. Oh! 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 Pas op voor dat... Die... Ja, oké. Okay. Oh, kijk naar al onze spullen. Hi. Hi. Hello. So, what are we going to collect in the forest? Oh, we are going wild garlic onions and some edible greens. But what is your profession? I'm herbalist. Also forager. And you collect stuff from the forest for restaurants, right? Yes, a little bit. Okay. Oh. Oh! And nee, ik heb het niet. No, it's okay. Nee. It's, nee, Jasper. Yeah. Map je met een schep in de bek. Look, red berries, half thorn. So it's for tea, tinctures. It's good for your heart. To manage your heart, if you are a manager, you have to do many things in your day. Hier, deze meneer werkt op de Zuidas. And here we will dig onions. Okay. Oh, okay. They are for sure here. Oh, look. Hey, kijk. Stronger than normal garlic from a garden. Are you eating from the woods all day? Or? Yes, I like to eat soil. Maar jongens, je vertelt dat zij ook gewoon aarde eten. Oh. Soil is a good nutritional like meal. It makes me happy and I feel more connected to nature, especially in my cycles, woman's cycles, menses. Dus Tobias is op dit moment modder aan het eten, omdat zij zegt dat zij er vrolijk van wordt. En Tobias is natuurlijk een avonturier, dus die heeft gelijk halverwege de verhaal alweer modder in zijn mond. Ja, het is lekker. Nee, het is niet lekker. Hij levert aan sterrenzaken, hè? Als zij zegt dat het lekker is. So you eat it like this. Stop het in je bek, Toby. Yes, you eat it. Eat it, stop het in je bek. Hup, erin. Oh, zo, wow, je ruikt een knoflook. Fucking zieke knoflook. Wat is het? Ik heb nou nog steeds niet door of zij ons de hele tijd zit te fucken. Of dat dit gewoon allemaal echt waar is. But do I have to chew it? Yes. Blijven eten. Hop. Vreten, vreten. Oh. 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 Ik zit helemaal vast op mijn tanden. Oh. Do you want eat worms, no. Toby? No. No. But they are delicious. No. Die chick is echt helemaal knettergek. Op een hele leuke manier. Zij vreet gewoon het hele bos op. VVD van de Zuidas, die zit nu wel weer op zijn knieën in die modder te graven op zoek naar wat zij zegt. Omdat ik geïnteresseerd ben daar. Kijk, die vuile luilak. Ja, maar die zit dan weer in standje vrouwversier. Maar je denkt, oh ja, dat vind ik wel interessant, zo'n bosmeisje. Hear what she says. She said there's more vital energy in this food. Yeah, Jasper, but I am digging your food. Ik wil alleen maar zijn 4 grammetje halen de hele tijd. So how do you know this? Jasper. Yes. Als we nou niet over het eten praten, maar het eten verzamelen, dan heb je er een stuk meer aan. Ik vind het wel leuk. Ja, nou, vorige keer toen de knoestige man was, vond hij het een stuk minder leuk. Verzamelt niks, hè? Ja, informatie. What's that? Nou ja, terwijl hij een beetje zo tegen een boom staat te leunen. Ja. So, how do you know all this? We also need the nuts. Ga jij helpen nu, Jasper? Ja, ik heb toch ook die mand in mijn hand? Ja, die mag op de grond. Jasper, ga je nog helpen? Ja, ik ben toch die noten aan het zoeken? Nee, je bent niks aan het doen. Je bent je eigen noten aan het zoeken. So tomorrow you will be like 10 years younger. You will, your appearance, your skin, your liver, your... How old are you? 50, I told you. 50, no. Yes. No. I had 3 marriages, like 50 kids. I don't know where they live in the world. I'm really old, so... Zijn vrouw naar Mars? So... Yeah. Het gaat heel geoogst weer. We gaan nu weer iets anders zoeken. Look, wow. This juice... Nice? Yes, all edible nuts. Sour. Yes, but it's good. When you eat something first time, especially from nature, you can have diarrhea, or you can have it. It's normal for your body. Because you eat burgers, you live in a city, you eat fast food. Dit is echt een vrouwtje naar het hart van Jeppe gewoon. Iemand die alles weet en ook denkt dat maar als je modder eet, dat je dan beter wordt. Het eten plukt zichzelf niet, hè? Jij bent als een bezetene in je eentje nog dingen aan het plukken. Ja, want ik zie het alweer gebeuren. Oké, let's go. Toby. Ja. Valt het jou ook op dat er echt iets opbloeit tussen die twee? Ja. Wat nou als we met z'n tweeën aan een romantisch tafeltje zetten? Misschien kunnen we dan nog een duwtje in de juiste richting geven. Maar dan kan hij toch beter voor haar koken? Ja, oké.
Dus jij denkt, liefde gaat door de maag? Ja, zij is de gast van Jasper en Jasper is de ster van de show. Ja. Dus dan laten we hun uiteindelijk met z'n tweeën eten. Dat lijkt me een goed plan. Oké. Okay. Hij moet het wel zelf koken. Dat pleziertje neem je mij niet af, Daan. En okay. I'm going to the toilet from this? Oh, wat een romantisch gesprek. Oké, okay, Gabriella, are we ready? Yes, do I have to go away? I mean... No. I don't Jasper, to... our little prince, he's going to cook for you. Huh? And I'm going to help him. I'm not good in the kitchen. Yeah. Yes. Oh, je zei net nog dat je er goed... Misschien kunnen we dat nog heel even terugsnijden. Maar ik denk dat ik het ook wel kan inmiddels, hoor. En we zijn terug. Inderdaad, Jasper dacht dat hij er heel goed in was. Oké, jongens, we gaan koken. Een hele goede avond en welkom bij Koken bij Kaarslicht. Vandaag gaat de jonge Jasper een weg naar het hart koken van Gaby. Die wat staat is dit hier. Nou ineens? Gaby, you can sit over here in the chair. Hebben jullie weer wat leuks bedacht? Ja, een nieuw programmaatje, Koken bij Kaarslicht. Maar hoezo moet ik nou dan ook ineens koken? Nee, ja, ik ga je wel helpen, maar we zagen daar een mooie klik. Dus ik dacht... Ik vond ook dat er een erotische spanning hing. Eén ding, mag Jasper dan wel jouw koksbuis aan? Nee. Ja, dan wil ik jou. Ja, wel. Ja, ik wil je koksbuis. Nee, dat mag niet. Ja, ja, wel, ja, tuurlijk wel. Hij is toch een kok? Sorry, Gaby, we're having a little discussion. Ja, maar hij gaat hem vies maken, dat gaan we niet delen. Kleine Toby. Nee, hij krijgt hem niet. Oké, even camera uit. Ja. Doe hem die koksbuis aan. Dat is heel woest, dat ik heel boos is. Ja, dat is wel mooi. Ja, wie gaat hem niet vies maken? Nee, tuurlijk niet. Dat heb je nu beloofd. Dat is allemaal wel erg goed, moet ik zeggen. 15 minuten. In 3, 2, 1. Oké, go. Ja, een beetje olie. Ja, een beetje olie. Oh, wat doe jij? Ja, is die olie natuurlijk die er langs flikkerde. Oh, Mogol! Oh, het zijn geen fucking grappen. Oh. Wat? Nee, wat ga je nou doen? Oh, jezus. Holy crap. Oh. Oh. Ja, ik kon hier echt niks aan doen. Wat een acht. Nou, jawel, je bent te kutten. Oh, even een klein beetje kalmeringswijn. Dit doe je heel goed. Ik zou wel je pan in de gaten houden, chef. Een beetje flamberen. Nog 1 minuut. Dan? Oh. Dit is zo goed als klaar. 2 bordjes. Ja. Oh, ruikt heerlijk, jongens. 3, 2, 1, klaar. Yes. Dames en heren, dit is het moment suprême. What did we make? We made a very special organic salad. Daan made red dressing with the red berries. Have a nice meal. Echt goed. Ja, ik wil dat Toby ook even proeft. Ja. Wat is er nou? Waarom zeg je niks? Ja. Ik ben trots op je, Jasper. Dankjewel. Heel goed. Do you like it? Yes. Je durft het natuurlijk niet te zeggen waar Jasper bij was, maar het was best wel vies eigenlijk. Ja. Maar ja, ik moet ook wel dus een date niet verpesten. Een hele fijne avond. En tot een volgende Koken bij Kaarslicht. In alle haast kleden we ons een beetje keurig aan om ons zo snel mogelijk richting het restaurant te verplaatsen. Nadat jullie net zo lekker hebben gekookt voor Gaby, gaan we nu zelf eten. En het leuke is dat de chef daar in de leer is geweest bij Hisa Franco. Ze heeft 2 Michelinsterren nu. Dus hij heeft geen 2 Michelinsterren? Nee. Maar hij kookt op dezelfde manier. Dus met wat er gejaagd wordt in de buurt, wat er... gevonden wordt aan paddenstoelen, aan kruiden in de bossen. Dus heel erg met de seizoenen en heel lokaal. En ze hebben dus een eigen wijngaard. En daar gaan we eerst even kijken. Wauw. Oh, jeetje. Het is hier net alsof we in Toscane zijn. Ja, hi, Tobias. Yeah. Would you like me to show a bit around the vineyard? I would love to see the vineyard. Yeah. Yeah. So... Zullen wij vanaf daar aankomen lopen, hier naartoe, naar jou? Ja, maar dan starten wij wel daar met lopen, toch? Ja, het is er allemaal niet zo heel geregeld. No, we walk from here. Een beetje Matthijs lopen commanderen hoe die moet filmen. Matthijs, ga lekker even een wijnprogramma voor NPO 2 maken als je het zo gaat. Ben je er klaar voor, Ivonie? Ja. En actie. Oké, and so what type of grape is this? And how old are these? Vineyard, these are old. Ah, is net ook al verteld. Hebben jullie, ja, staat alles erop? Ja. Yeah. Jongen. Lekker, Matthijs. Kijk hem glunderen. Nu al waarom iets netjes aan moest. My kind of roadtrip. Aan overheerlijke gerechten geen gebrek in het sterrenwaardige restaurant. Daar heeft Tobias geen woord te veel over gezegd. Oh. Vroeger had ik heel veel van die Chinese tomatensoep en cupsoep, weet je wel. Maar dit is veel lekkerder. Oh, zeg. Ja, dit is echt goed. Fantastisch. Heel lekker. Je straalt helemaal. Oh. Ja. Maar we zijn aangekomen bij het toetje. Het dessert. We hebben ijs van de geitenmelk van de boer die we vanmiddag hebben ontmoet. Het is mooi circulair, het is prachtig hoe alles zo bij elkaar komt. Wat zit hier weer slap te lullen?
zeg. Jezus. Eet jij je fruitbakje nou maar op, tering vegan. Hey, je gedraagt in het restaurant, ja. Nee, maar ik vind het ook mooi. Ik ben het ook met hem eens. Die druiven komen vandaar. Je kan alles aanwijzen hier. De kruidjes bij Gaby. Ja, ik heb nog nooit op zo'n plek gegeten. De volgende ochtend verplaatsen we ons naar de hoofdstad van Kroatië, Zagreb, voor de volgende activiteit. Nou heb ik iets fantastisch. Zagreb is namelijk de stad van de street art. Street! En je voelt hem misschien al aankomen, maar mij lijkt het echt een heel leuk idee als wij een street art kunstwerk gaan maken met z'n drieën. Kijk, je ziet het overal, hè? Street art. Art from the streets. Jongen, wat een gore gelegenheid. Ja, wat een ghetto. We hebben afgesproken met Mario, een bekende graffiti-kunstenaar uit de buurt die ons gaat helpen met onze eigen piece achterlaten in Zagreb, aangezien wij zelf geen flauw idee hebben hoe en waar dat te doen. Wat een vette plek. We komen dus hier gewoon echt midden in een soort kunstenaarsbolwerk. Yeah. So I don't know what's the plan. We want to make an art piece together. Found one small piece where you can paint a little bit there. And... Ons eigen muurtje klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn voor ons als beginnende street art kunstenaars. En dat roept vragen op bij onze bejaarde vriend. Het is ergens heel ver weggestopt. It smells like like inner expression. Het is echt. Hij zit er gewoon uit te lachen. But hey, come on to make street art. Street art. Mag ik wat voorstellen? Ik dacht gewoon eigenlijk gewoon aan een FOMO show. Ik wil iets culinairs doen. Omdat het dan het cirkeltje mooi rond is. Ja, met een kaasje en wat mooie groentes. Heel saai. So we have decided we want to do a FOMO show. So basically you just do the sketch. Fucking with me cause I'm a teenager. With a little bit of gold. Ondanks dat we toch enorm ons best doen zo gaaf mogelijk te zijn, blijven we slechts beginners en schakelen we toch maar onze hulplijn Mario in. Zie je, dit is precies wat ik bedoelde. Lekker makkelijk. Echt in 3 seconden zet hij dit neer. Mario die distancieert zich steeds meer van dit kunstwerk. It's slowly progressing. Hoppa. Okay, so next step would be to make a background. Dat is een taakje voor hem. Ik hoor alleen maar een beetje gebrom achter me. Ga maar even wat moois van maken. Het lijkt uit als een oude man. Beetje netjes, hè? Dat vind je wel leuk. Oude kraken. Hè? Ja, kijk hem staan nou. Kijk, en hoe kan hij het? Oeh, geile kontje. Oh! Nou! Ik zag de lijn niet, maar dat los ik zo op. Kijk, hap. Next step, you can do white highlight. Dat doe ik wel eventjes. Zoiets? Nee! Het gaat om die hier. Nee, kijk, dit zo. Oh, dan gaat hij het nu even laten zien. Hè? Ik weet toch ook niet. Uiteindelijk moeten we naar alle eerlijkheid concluderen dat wat Tobias en ik proberen niet veel beter is. En dat het maken van een piece sowieso behoorlijk tegenvalt. Je moet schamen. Zelfs voor een pishoekje is het nog te slecht. I would say this is it. You are satisfied? We wanted to give Croatia something beautiful and instead we made the P-corner even more ugly than it was. So no, I think it's, it looks better. Yeah! Thank you very much. So Mario, can you take a picture of us with our brand new... Moet je FOMO hebben voor de culinaire en artistieke kant van Kroatië? Allereerst ben ik blij dat we deze aflevering sowieso hebben kunnen maken. You out of the car! Nou, driver! Dat vond ik lastig, maar gaf het avontuur echt wat meer sjeu en spanning. Ja, zeker. En de wijn smaakte extra lekker. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik normaal gesproken niet heel erg bezig ben met hoe het eten op mijn bord komt. Maar ik vond dat allemaal zo mooi bij elkaar vallen in dat restaurant. Het artistieke gedeelte. Ik vind niet dat je FOMO moet hebben voor street art als je daar geen talent voor hebt. Alles bij elkaar geef ik deze aflevering 3,8 dino's. Ik vond het een bijzondere ervaring. Het is een manier om een land te leren kennen op een hele andere manier dan je eigenlijk normaal doet. Ik vond Gabrielle ook te gek. Heb je haar nummer? Ik heb niet haar nummer, ik heb wel de Instagram. Oh! Ja, ik heb een heel veel bewondering. Nee, nog niet. Ja. Heb je deze trui vanochtend van haar meegenomen of niet? Dit is geitenwol. Oh, nee. Ik heb heel veel bewondering voor dit soort mensen die zoveel kennis hebben van de natuur. En zou nog uren met haar door kunnen gaan en kletsen over dit soort dingen. Vind ik heel leuk. En de diepte, meer de diepte in. Meer de diepte ingaan. Eten vond ik ook verrassend lekker. Echt lekker gegeten. Ja, die graffiti was toch ook gewoon vet. Ik geef het 3,5. Je hebt een joker.
elke vezel in mijn lichaam begint te spinnen van genot als we het over de gastronomie van het land gaan hebben. Bij de boer, en dat vond ik eigenlijk misschien wel het meest bijzondere aan de hele aflevering, is Geit had een fantastisch leven. De melk smaakte fantastisch. En ook de andere producten die hij heeft laten proeven. Ik vond het kruidenplukken weer heel leuk. Ik vond het ook heel leuk om jullie te zien koken. Dan het restaurant. Ik vond het prachtig om te zien hoe hier op het allerhoogste niveau werd gekookt. Maar dan ook tegelijkertijd zo kleinschalig. Dus de melk kwam bij de vrouwtjes uit het dorp. Alles kwam uit de omgeving. Dat kwam en de wijn? Samen. De wijn kwam van hunzelf. Dat vind ik zo fantastisch. En dat proef je terug in de gerechten. Dus al met al geef ik het 4,5 Tobias. Zo! Oh. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even eerst een duimpje omhoog. Daarna spam de comments even vol. Ja. Vergeet niet te abonneren. En dan graag tot de volgende aflevering. Op naar Bosnië. Herzegovina.